Goedemorgen. Kan je me goed horen? Nou, ik hoop dat alles. Facebook doet wat hij moet doen. Ik zie wel een delay, een vertraging erop zetten. Het kan zijn dat ik niet alle vragen direct zie, dus die zal ik of een van de andere dames. Goedemorgen, Mario, Tony en Ingrid natuurlijk. Leuk, gezellig, spannend. Alle vragen zal ik eventueel later beantwoorden als ik het niet direct zie. Ja, top, fijn, Ingrid. Dankjewel. Ja, ik weet dat er een vertraging zit, maar ik wil natuurlijk graag ook jullie vragen kunnen zien. Maar die zal ik dan iets later beantwoorden. Ah, fijn, dan gaan we gewoon beginnen. Ik weet niet of jullie daadwerkelijk direct meedoen of dat jullie gewoon kijken hoe ik het in elkaar vlaams. Dat maakt niet zoveel uit. Je kan het filmpje altijd later nog terugkijken op YouTube en hier in de groep. Nou, ik heb eigenlijk, want ik moet dan nu opletten, want ik zie natuurlijk niet wat ik doe. Omdat er een vertraging in beeld is. Gaan we deze kaart gaan we dus maken. Zoals je misschien kan zien. Nou, ik moet iets langzamer werken. Spijt me, want anders zie ik niet wat ik doe. Dus dat is een beetje onhandig. Ik heb met lagen gewerkt. Dat is eigenlijk een stempeltechniek die wel een beetje tricky is. Dus daar moet je even een beetje op letten, want het is niet handig, maar je ziet dat het valt reuze mee. Dan heb ik een mannenkaart gemaakt en daar heb ik de geweldige stempels gebruikt van Indigo Blue. Ik ben daar echt totaal verliefd op. De bloemen, de Wildflower. Ze zijn extreem gedetailleerd en het zijn roodrubberen stempels. En daar ben ik wel fan van, want die zijn gewoon beter. Dat is een feit. Dit is de mannenversie. Ja, je geeft ze geld uit, maar ze gaan gewoon langer mee en gewoon super gedetailleerd. Dat kan je vooral hier bij, misschien op deze stempel niet, maar dat kan je hier goed bij die meneer zien. Dat er toch allerlei lijntjes en streepjes zijn. En ja, het zijn gewoon super mooie stempels. Ah, fijn. Als het goed is, heb je een basis uitgesneden voor je kaart, die je dubbelvouwt. Awesome. Even kijken, dan moet ik even spieken, want dat was dan 20,5 bij 13. 20,5 bij 13, die vouw je dubbel, dat is je basis. Ik heb roodkaarsen en linnenkaarsen ook gebruikt. En dan heb ik geëmbosd met een hele oude embossingfolder, maar ik weet niet meer van wie. Ik weet niet of je het kan zien. Die heb ik er meteen opgeplakt. Dat is de enige wat je eigenlijk van tevoren al erop kan plakken. Wat we kunnen doen, wat ik wel altijd. Ik heb alles voorgesneden. Dus ook het mattingpapiertje. Ja, die teksten zijn gaaf, hè? Ja, die stempels van Indigo Blue, dit is echt een absolute aanrader. En de kwaliteit is gewoon echt goed. En ik ben een clear daarin, want ik wil liefst nooit te veel geld uitgeven. Maar dit is het absoluut waard. En dat meen ik echt. Anders maak ik daar echt geen reclame voor. Dit zijn de kleinere stukjes. Dan heb je de matting gedeelte. Om even deze als voorbeeld te geven. Is wat makkelijker, denk ik. Dat is. Hoe was ik goed zeg? 10,5 bij 6. De grootste. De middelste is 8 bij 6. En die is, als het goed is, 5 bij 5. 5,5 bij 5,5. En dat zijn dus de stempelpapieren allemaal een halve centimeter kleiner rondom. Want ik vind dat altijd, het maakt het net even meer af. Wat ik als eerste dan doe, ik vind het mooi om om een ruw randje aan te maken. Dan ga ik eerst met de distresser, die je uiteraard in onze winkel ook kan vinden, ga ik de randjes ruw maken.
En dat mag best, ja, ik vind het altijd mooi. Dat mag best een beetje, dat er een scheurtje in zit of iets. Het mag er gebruikt uitzien. Dan doe ik altijd heel voorzichtig het randje ook nog even. Ik ben eigenlijk vergeten de geëmboste gedeelte ook nog even te doen. Ik had hem er al op geplakt, maar in principe doe ik die ook nog even, de matting gedeelte. Nou, deze kan je even aan de kant leggen. Die aan de kant leggen. Nou, dan doe je eigenlijk hetzelfde met de drie, in dit geval de craft matting papier. Als je wil kan je er ook nog een beetje de stress in, bijvoorbeeld de vintage foto langs het randje halen. En dit is natuurlijk ook een perfect trucje als je bijvoorbeeld de Dutch Double Doo mallen haalt, dan doe je dat iets lichter eroverheen, want die moet je natuurlijk vaak met de hand knippen of snijden. Ja, en dat gaat natuurlijk nooit echt perfect. En als je dan met de distressor er even voorzichtig langs gaat, dan krijg je toch een iets mooiere, egalere rand. Zonder dat je hem dus eigenlijk helemaal gaat rafelen. En er zitten ook meerdere kantjes aan, dus allemaal dezelfde maat. Alleen, ja, de ene is op een gegeven moment bot, dan kan je de andere pakken. Nou, dan heb ik die gedaan. Even. Dan gaan we eigenlijk, het is belangrijk, die vergeet ik te pakken, dat je een zwarte inkt gebruikt die niet afgeeft. Want de bloemenkaart kan je dat beter zien. Je stempelt namelijk eerst de bloemen in de tekst en daarna ga je er nog een keer met inkt overheen. Dus als je dan gewoon een memento inkt gebruikt, dat wordt dus echt één grote smeerboels, want dat wordt weer nat, dus het gaat dan weer uitsmeren en dat is zonde. Dus dan vind ik de Stazon inkt wel een hele goede daarvoor, die droogt snel op en je kan er gewoon overheen met de andere inkt. Dan pak je je stempelhulp. En dan wordt het een beetje tricky. Ik leg deze even als voorbeeld erop, want ik moet ook ongeveer inschatten hoe die op mijn kaart past. Dat ik in ieder geval weet dat ik niet buiten naar rekening hou met nog de matting gedeelte nog. Dus ik kan een beetje schuiven, het mag iets meer. Dan weet je ongeveer hoe ver. En dit is eigenlijk het lastige gedeelte, want je legt dus alle drie de stempelpapiertjes op elkaar. Want je wil dus dat effect hebben dat de stempel doorloopt. En dan moet je even spelen met je magneetjes hoe je het makkelijkste uitkomt. Nou, ik pak even de Indigo Blue Stempel, de Wildflower. Goedemorgen Yvonne. En dan pak ik eerst de tekst, de kleine tekst uiteraard. Dan moet ik wel altijd even spieken of ik hem goed om heb, want ik kan dat nooit zo goed zien. Nee, zie, ik had hem al ondersteboven. Dan kan dat niet zo heel veel kwaad. Het gaat nooit altijd zoals je het helemaal wil. Het gaat de hele tijd super en dan een keer hebben we andere plannen. Nou, je kan hem een beetje, je kan hem zelf even bepalen hoe je hem erop wil hebben. Als je eens even kijkt naar mijn kaart, heb ik hem dus iets meer naar het hoekje. Ik heb hem wel vastgelegd. Nou, dan gaan we stempelen.
Stempelhulp is als je ziet ideaal, want als je niet in één keer goed stempelt, vooral met teksten. Hey Willy, hey Mers, hey Jeanette. Oh nee, zie ik allemaal berichten voorbij komen. Er zitten vertragingen op, dus ik zal het niet direct kunnen zien en ik zal niet direct kunnen reageren. Voilà. En je laat dus het papier nog liggen, want je bent nog niet klaar. Dan ga ik inderdaad de wildflowers pakken. Het fijne is, deze zit al mounting op, dus hij blijft automatisch al plakken op je stempelhulp. En dan moet je dus een beetje voorzichtig en creatief zijn. Ik vind het wel leuk als die wat hoger, maar hij mag best een beetje over de tekst heen. Hier even een beetje schuiven. Deze zijn echt handig, die roze magneetjes. Dat is, deze had ik nog, dus die heb ik er mooi bij gedaan. Nou, ik weet dat er een klein randje aan die stempel zit, dus hij zal net niet de tekststempel raken. En de stempel hoeft er ook niet helemaal op. Het is net wat je leuk vindt. Dit is eigenlijk het allermoeilijkste. Dan pak ik even een doekje, dat gaat even wat geleidelijker. Ik vind deze, ik ben heel mooi. Ik heb deze nieuw, de stempelhulp. Spijt van dat ik hem niet eerder had. Kijk, hij is nog niet helemaal goed. Dat komt dus ook doordat je die lagen hebt. Hè? Dat geeft niet. Sorry voor mijn vogels op de achtergrond. Nou, zolang je het papier in de stempel niet verschuift, kan je hem dus gewoon nog een keer stempelen. En het witte randje zie je dus straks niet meer. Omdat je nog dat mattingpapier er nog onder gaat doen. Dus dat witte randje, ik moet nog een stukje. Nou, dit is dus eigenlijk het meest moeilijke. De rest is eigenlijk uber simpel van de hele kaart. Nou, ik heb een beetje ruzie, daar is hij. Nou, hij schoof bijna het papier op. Dat is nu niet zo heel erg. Even netjes schoonmaken. Zo. Ik laat hem nog even hierop liggen. Dan heb ik de kleurtjes. Versa Magic. De chalk inkt. Die vind ik hierbij ook erg fijn, omdat die gewoon goed nat is en je hebt niet veel druk nodig om kleur te krijgen. Dan heb ik de, even spieken, dus ik kan het niet eens lezen. Spring Pansy, Pink Petunia en de Pixie Dust. De lichtste doe ik in het midden. En dan speel ik een beetje met die andere twee een beetje heen en weer. Dus gewoon doen waar je zin in hebt. Dus je pakt een daubertje. Dan haal ik deze wel even weg. En dan begin je altijd op de hoek een beetje zo. Want je wil niet dat er lelijke strepen opkomen. En je kan de stempelhulp heel makkelijk weer schoonmaken, dus dat is geen probleem. Kijk, en dat je dus die rand hier ziet, is helemaal niet erg. Dat ga je zo zien, die is zometeen verdwenen. Als ik te snel ga, moet jullie het zeggen. Ik heb zelfs het idee dat ik misschien wel te langzaam ga. Even. Zo.
dan pak ik de lichten. En je ziet ook dat die niet uitsmeert. Deze even. Ik heb het namelijk inderdaad met de andere zwarte inkt geprobeerd en dat, nou, dan kon ik het papier allemaal weggooien, want dat was een grote drama. Goedemorgen, Jeanette. Ja, Jeanette, je kan straks, als je klaar bent, dan kan je naar terugkijken. Op YouTube en hier in de groep. Kijken, dan moet ik deze hebben. Kijk, die is alweer wat feller van kleur. Voor degenen die later inspringen, ik zal straks eventueel je vragen beantwoorden als ik ze niet direct zie, want ik weet niet of ik ze direct zie, hè, of jullie snel reageren of niet. Nou, ik ga hier nog even iets donkerder maken. Ik vind hem nog iets te licht, die onderkant. Ja, en misschien is het leuk om deze kaart ook te maken voor de challenge die we nou hebben lopen. Dan kan je een leuke cadeaubon winnen voor zo'n 15 euro. Dus dan maak je hem met rood en liefde en dat soort dingen. Nou, dan nog één keer het middenstukje doen en dan vind ik hem eigenlijk wel oké. Okay. Ja, en dan kan die nu gewoon los. Ik vind hem prima zo. Zo. Die randjes ga je zo meteen niet meer zien. Die maak ik straks gewoon. Ik gooi hier ook altijd een klein beetje even was met de stress eroverheen. Ergens vind ik dat gewoon, het heeft gewoon wat. En jullie mogen gewoon ook normaal in de groepen ook suggesties geven hoor. Als jullie zeggen van, goh, ik zou eens een keer dit of dat willen zien. En dan gaan we met de Fantastic Ladies kijken wat we kunnen doen. Nou, we gaan de kaarten gaan we matten. Met mijn lijm. Ik gebruik nu gewoon lekker de lijm. Ik heb geen zin in moeilijk te doen. Je kan dubbelzijdige tape gebruiken of lijm, wat je wil. Zo. Ik zie dat ik even. Ja, ja, ik ga lekker. Ja, precies, Ingrid. Je komt daar vanzelf achter. En doordat je natuurlijk ook het voorbeeld hebt, dan kan je dus ook gewoon zien hoe je dat, kijk, want dan kan je het eigenlijk al een beetje zien. Want dan probeer je eigenlijk je stempel een beetje aan te sluiten op het vorige plaatje. Want dan krijg je dus dit.
Nou, je kan ervoor kiezen om het gewoon met normale tape of lijm op elkaar te plakken. Of zoals ik heb gedaan, ik vind het zelf altijd leuker. Het geeft net even iets meer. Ik weet niet of je het kan zien. Dat ik het dus met dubbelzijdig foam tape heb gedaan. Je moet even wachten op mijn eigen camera, want dan zie ik wat ik aan het doen ben. Ja, dat is een beetje irritant. Ik wacht even op mijn eigen delay. Dus het is net wat je zelf wil. Qua gewicht maakt het eigenlijk helemaal niks uit. Nou, ik zal deze inderdaad er gewoon opplakken. Nou ja, dan moet je zelf even het midden bepalen. Nou, ik ben sneller klaar dan ik dacht. Ja, het gaat ook om de basis natuurlijk. De rest op, maar kan je het ook helemaal zelf invullen. Nou. Zo, even helpen. Met de embossingpolder vind ik het altijd fijner om gewoon lijm te gebruiken. Want dan weet je zeker dat hij goed plakt. Nou, dit is hem eigenlijk al. Ik ben al klaar. Eigenlijk heel simpel. Speel een beetje met de kleuren. Doe eens gek. Pak eens een hele andere kleur erbij. Ik heb, dat zal je waarschijnlijk niet goed zien op de camera. Maar hier heb ik een beetje oranje en geel en groen gebruikt. Maar dit was het hele voorbeeld. Dus mocht je nog vragen hebben, brul maar even. Dan kan ik ze nu beantwoorden voor je. En ik zou het natuurlijk helemaal geweldig vinden om straks jullie creaties te zien in de groep. En wat ik al zei, doe mee met de challenge. Kijk even naar het thema. Dus dan, hoe leuk is dat? Kan je cadeaubon winnen van 15 euro. En de challenge kan je winnen bij de aankondiging. En er staat een fotoalbum bij de albums. Nou, ik zou inderdaad ja, de indigo blue stempels, ja, dat is gewoon daar ga ik trouwens meer mee doen met de stempels van en de andere producten, want ze hebben niet alleen stempels, ze hebben veel meer. Ja, ja, snel hè. En dus ik heb hier nog een hele mooie, die heb ik van de week ook gebruikt, de Old Rose. Die staat in het voorbeeldenmap. Nou, ze hebben echt zulke bloedmooie stempels, hele grote. Nou, dit is bijvoorbeeld weer een kleiner setje. Ze hebben verf, hebben ze, daar heb ik ook nog wat van. Daar ga ik ook nog iets mee doen met de verf binnenkort. Dus zoals de stempel ook zegt, thank you very much, thank you so much. En dank jullie wel voor het meekijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik moest nu ook even aftasten hoe en wat. En ik zie dat ik de camera ook even iets beter moet instellen. Ik wacht ook op een nieuwe camera, dus die krijg ik vandaag of morgen. En nou ja, ik hou ervan om niet een uur te hangen. Ik wens jullie... Hey Anita, geen probleem. En Ingrid, het is niet mijn allereerste live. Het is wel de eerste live die officieel is aangekondigd. Ik ga vaker online, maar dat doe ik meestal heel spontaan wanneer ik zin heb. En dit is natuurlijk anders als de kans bestaat dat er 500 mensen meekijken. Dus gelukkig was dat niet het geval. Nee hoor, ik vind het zelf hartstikke leuk om te doen. En ik wil graag laten zien dat je ook met simpele dingen leuke dingen kan maken. Het hoeft niet altijd moeilijk.
We zijn allemaal ooit begonnen. Ik wens jullie nog een hele fijne dag verder nog. En het filmpje komt zometeen in de groep en op YouTube en ook op mijn blog. En misschien ook wel op de blog van de Fantastische Huiskamer. Ik wens jullie nog een... dank jullie wel. En nog een hele fijne dag verder, lieve mensen.